IH Architecten is een bedrijf dat al inmiddels meer dan 40 jaar bestaat. We hebben de hele stadscampus Enschede eigenlijk vormgegeven voor de Saxion Hogeschool. Voor nieuwe studenten geldt ook dat wij een aantrekkelijke omgeving willen zijn. Want je komt in de eerste keer in aanraking met Saxion. En zo'n gebouw aan de buitenkant straalt ook meteen iets uit. Omdat je niet meer traditioneel metselt, kun je op een gegeven moment met je stenen gaan draaien. Kun je alle kanten op. En diepte- en reliëfverschillen zijn veel makkelijker mogelijk in je metselwerk. We hebben ook oneindig veel patronen onderzocht binnen het kantoor om te kijken wat nou het beste zou passen binnen het gebouw. En dat was een ontzettend leuke zoektocht ook. Verder is Enschede een van oorsprong een textielstad. En we wouden dat textielverleden wouden we op een of andere manier ook voelbaar maken in de gevel. Dus vandaar ook die zigzag slalom die erin zit, die we echt vanuit het textiel weven. Dus we hebben ook heel veel gekeken naar hoe textielen gewoven werden en wat voor patronen erin mogelijk zijn om dat weer terug te vertalen naar een baksteengevel. Elke plek vraagt om een andere aanpak en op deze plek vonden wij dat deze aanpak op zijn plek was. Om een goed product te kunnen maken is het van belang dat van tevoren de juiste afspraken worden gemaakt ten aanzien van de afmetingen van het product en de daarbij behorende toleranties. Zowel voor de steenproducten als voor de plaatafmetingen. Belangrijk is dat de afzonderlijke delen dat die met een goede lijn met elkaar worden verbonden. Vandaar is er veel tijd en moeite gestoken in het ontwikkelingsproces van een lijm die industrieel toepasbaar is. Stenen komen met de vrachtwagen, met transport komen die aan. Die worden dan gelost op locaties zo dicht mogelijk bij de gevel waar ze moeten monteren. En dan zitten allemaal in houten kratten verpakt en die schroeven dan open. Met de kraan werden de kratten op de hefstijgers gezet en daar werden de kratten opengemaakt en daar werden de panelen zo gemonteerd. Sinja heeft een ongekende vrijheid voor de architect om de meest fantastische gevelarchitectuur te ontwikkelen. Met Saxion is een eerste referentie ontstaan waarin we een tipje van de mogelijkheden laten zien en tevens dat het bouwsysteem zonder faalkosten kan gerealiseerd worden.